Goedemiddag, ik ben Dries, installateur sanitair. Nu eerst gaan we naar verbouwing, gaan we sanitaire leiding plaatsen en een afvoerleiding. Daarna gaan we een douche plaatsen en een wc. Nu gaan we naar de werf en zoals je ziet zitten we regelmatig in de kabinet van de ene werf naar de andere werf. En er is ook heel wat variatie in. Je kan slijpen, kappen, toilet plaatsen. Dat is heel variërend van werf. Ik ben Mario Jadol en ik ben sanitair installateur. Ik werk dus voor een groot bedrijf, al 21 jaar. Wij zitten altijd op industriële gebouwen, gevangenissen, ziekenhuizen, staalfabrieken, polyethyleenfabrieken, noem maar op. Hier zitten we nu bij het Breelcomplex in Hasselt. Wij beginnen vanaf de tellers leidingen, toevoerleidingen, afvoerleidingen te leggen. Achteraf moeten we de wc's plaatsen, de lavabo's, de uitgietbakken, tot alles in gebruik kan genomen worden. Dus wij werken met veel verschillende materialen. Koper, galvaniseer, polyethyleen, PVC, stalen buizen, polypropyleenbuizen. Maar hier onder andere moeten we MEPLA-buis gebruiken van Geberit voor de watertoevoer. Nu ben ik bezig aan het plaatsen van het koudwaterleiding van de toekomstige keuken. Het is heel belangrijk dat we eerst afvoeren goed afmeten en dan pas slijpen en kappen. Want later, als bijvoorbeeld de deur hier komt, dat we niet in de baan zitten van de deur. Nu ga ik eerst kijken hoe lang dat ik moet hebben. Een van de belangrijkste dingen van het plaatsen van afvoeren en leiding is ook voor het kijken dat we genoeg plaats hebben achteraf als we de lavabo's en de wc's plaatsen. Bijvoorbeeld als een deur altijd de juiste draairichting heeft, dat er niet tegen de wc zit als er iemand op zit. Nou, dat is een van de heel belangrijkste dingen. Wat ook zeer belangrijk is, is een goede coördinatie op de werf. Een goede samenwerking met de collega's onderling, met de werkmaker van andere firma's, met de conducteur of de werfleider. Regelmatig gaan vragen hoe en wat, als de werken goed op elkaar kunnen opvolgen. Niet de ene en de andere zijn werk afbreken. Altijd goede afspraken maken is een zeer voorname zaak in deze branche. Bij sanitair heb je ook nog andere dingen dat je moet kunnen. Als bijvoorbeeld elektriciteit voor de sensoren van de wc's te plaatsen. En ook de boilers, dat is ook op elektriciteit en de ketels. En de has voor de hasboilers en de hasketels. Het essentiële van sanitair is ook het proper werken, maar ook het proper achterlaten. Dat is het voornaamste, dan is de klant ook tevreden. De nadelen van onze job, dat zijn 's winters in een open bouw. De ramen staan erin, de tocht, de kou. Of als men buiten soms bezig is brandleidingen in elkaar te lassen, of sleuf in, sleuf uit, of je hebt regen. Maar ja, dat moet men erbij nemen. We hebben ook veel voordelen. We hebben goede uren, we werken altijd dagpas. We hebben een wagen van de baas die altijd ter beschikking gesteld wordt. De verdienste is niet echt slecht wat we hebben. Ik kan nu terug gaan werken. Salutjes, hè.